Mijn favoriete boek is Bluebeard van Kurt Vonnegut. Dat is een geweldig boek over een man die zich afvraagt, heb ik nou echt iets betekend? Hij heeft kunst gemaakt, hij heeft met alle grootte van de wereld gewerkt, met Jason Pollock. En hij is zelf ook heel bekend geweest in die scene. Maar hij heeft alleen maar kunst gemaakt die op een gegeven moment in elkaar stort en niet meer bestaat. En dan vraagt hij zich af, heb ik nou echt wat gedaan? En het is dus iemand die een beetje altijd zo'n beetje in de periferie heeft hangen, terwijl al zijn vrienden zijn doorgebroken. En hij zegt dan over zijn vrienden, het was alsof op een dag in hun hoofd een radio aanging, radio God. Hun ogen werden wazig en ineens wisten ze wat ze moesten doen en wat ze moesten maken. En dat moment heeft hij nooit gehad. En daarom vraagt hij zich af of hij wel echt iets gedaan heeft.